Hallo lieve mensen, wat leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag voor jullie in samenwerking met The Body Shop een hele grote kerstcadeau unboxing. En in deze doos zitten echt heel veel verschillende kerstcadeaus waar jullie misschien wat inspiratie uit kunnen halen. Want ik zelf weet het gewoon niet meer. Ieder jaar is het weer een beetje een struggle om te kijken wat je voor je vader haalt, voor je oma, voor je moeder. Het is toch altijd gewoon heel erg lastig. Maar bij The Body Shop hebben ze voor mannen, voor vrouwen, voor kids, eigenlijk voor iedereen is er wel wat. Dus dat ga ik jullie zo meteen in deze video laten zien. Maar voordat ik daarmee ga beginnen wil ik nog heel even zeggen dat ook dit jaar de Body Shop weer een goed doel steunt. Namelijk de Rewild Your World This Christmas. En dat betekent dat jij eigenlijk kan helpen bij het aanschaffen van een product. Of dit nou een groot product is of een klein product. Daarmee steun jij 10 miljoen vierkante meter bos in Engeland en Armenië. En dat wordt op die manier dan beschermd en hersteld. Dus dat vind ik een heel mooi initiatief van de Body Shop, dat ze daar ook heel erg mee bezig zijn. Ieder jaar eigenlijk weer steunen ze een nieuw goed doel. En dit jaar draait het dus allemaal om de natuur en die kunnen wij dus ook steunen door een product aan te schaffen. Maar daarnaast zijn alle producten ook cruelty free, dus het wordt niet op dieren getest, wat ook heel erg fijn is. Je kan zelfs petities tekenen om dierenleed tegen te gaan. Dus dat vind ik ook heel erg fijn dat ze daar rekening mee houden. Dus dat gezegd hebbende ga ik nu alle producten laten zien die in deze doos zitten, want dat zijn er nogal wat. En ik hoop dat jullie het leuk vinden en laten we maar gewoon heel snel beginnen. Ik heb een beetje struggle met het licht, want er komt ineens een hele donkere wolk aan zitten. Dus ik hoop dat het nog heel even meewerkt, dat ik alles gewoon goed en duidelijk aan jullie kan laten zien. Maar goed, ik ga gewoon meteen beginnen, want anders dan gaat het helemaal mis met het licht en dat willen we natuurlijk niet. Het eerste wat ik eruit pak is deze vlinder. En dit is een vlinder met van die Born Lippies erin. Ik weet niet of jullie dat kennen, dat zijn van die lipbutters in van die potjes in verschillende smaken. En in totaal zitten er 5 smaakjes in, dus verschillende ja, geuren, smaken, hoe je het ook wil noemen. In een vlinderverpakking. Echt super cute om dit bijvoorbeeld te geven aan je zusje, je nichtje of je moeder misschien wel. Want dit is gewoon heel erg leuk om te krijgen. En ik denk dat iedereen in de winter wel blij wordt van lekkere lipbutters. Om het goed te blijven hydrateren. Dus dat vind ik er heel erg leuk uitzien. Paars verpakking. Achterkant ziet er ook cute uit. En dan is het dus zo'n half vlindertje. Heel feestelijk ziet hij eruit. Dus dat is cadeau nummer 1. En dan zie ik hier een triangelvormig cadeau. En deze die heet de Festive Body Butter Trio. Met 3 verschillende geuren body butters. Ik zie onder andere de Berry Bonbon, de Peppermint Candy Cane en de Vanille Marshmallow. Echt een onwijs feestelijke verpakking ook. Op de achterkant is hij helemaal groen. De zijkanten zie je van die kerstachtige details. Echt heel cute. En leuk om dit cadeau te doen. En ik zou het zelfs al zo leuk vinden om gewoon neer te zetten. Niet per se nog met cadeaupapier eromheen. Maar echt zo gewoon hup bij de kerstboom. Ik vind het helemaal mooi. En die geuren die erin zitten zijn ook allemaal lekker. Volgens mij zag ik die net ook los zitten in de doos. Dus ik ben heel blij dat ik daar een grote verpakking van heb. Want vooral die vanille marshmallow is echt de shit. Dus dat is cadeau nummer 2. Ook heel erg leuk. En dan zie ik hier een beertje. En eerst toen ik deze net zag, dacht ik, wat is dit? Maar toen ging ik heel even kijken in het kaartje, want deze lag net bovenop. En toen zag ik dat het een hair wrap is. Dus een ja, hair wrap die je op je haar kan doen als je net uit de douche komt. Om je haar daarmee te drogen. Of ja, ik doe heel vaak bijvoorbeeld een handdoekje op in de douche als ik niet wil dat mijn haar nat wordt. Dus je kan hem eigenlijk voor 2 dingen gebruiken. En het is ook echt super leuk dat je van die oortjes erop hebt en dat je hem aan de voorkant zeg maar kan vastbinden. En dan zou je het bijvoorbeeld zelfs aan je neefje of je nichtje cadeau kunnen doen. Een wat kleiner iemand in de familie. Of voor de gein aan je vader of zo. Ik zou echt naar iedereen dit cadeau willen doen omdat ik het zo leuk vind. Dus dat is dit beertje. Hij heet Bella de Beer Hair Wrap trouwens. Voor degene die dat willen weten. Dus dat is die. En dan zie ik hier, wat ik net ook al zei, 3 grote full size producten body butter. En dan heb ik hier bovenop de vanille marshmallow. Die is echt zo lekker. Ik kan echt niet omschrijven hoe lekker die is. Een hele warme vanillegeur en ook heel zoet natuurlijk. Dus daar moet je wel van houden. Maar ook weer een hele feestelijke verpakking heeft die. En dan heb je hier dus de Berry Bonbon. En deze die heb ik al liggen. Die staat nu in mijn kast. Die gebruik ik ook echt bijna iedere dag. En ook deze is weer perfect voor de winter. Een hele warme geur. En dan heb ik hier de Peppermint Candy Cane. Ook weer super lekker volgens mij. Ja, deze ruikt echt gewoon letterlijk naar pepermunt met candy cane. Mega zoet, maar heel erg leuk. Ook groen aan de binnenkant.
En dan is dit de verpakking. Dit is toch denk ik wel de meest feestelijke van de drie. Hoewel deze er ook wel heel feestelijk uitziet. Oh, ik vind het superleuk. Dus dat zijn weer even genoeg bodybutters voor de hele winter. En dan zie ik hier ook nog twee scrubs. Ga ik ze gelijk even eruit pakken. Body scrub in Berry Bonbon. Heeft eigenlijk gewoon weer dezelfde verpakking als net. En ook deze is weer super fijn. Ik hou echt van die body scrubs van de Body Shop. Vooral in de winter om lekker even je huid goed te scrubben. En ze zijn niet te hard. Dus gewoon een hele zachte korrel zit erin. Wat het lichaam weer lekker even zacht maakt. En dan heb ik hier de welbekende adventkalender. Maar die lag onder in de doos. En ik denk dat ik hem een beetje heb laten sneuvelen. Maar dit is hoe de voorkant eruit ziet. Ik denk dat jullie hem wel herkennen. Het is dus een vierkante doos. En in deze doos heb je voor iedere dag van december een vakje die je kan openmaken. En die van mij is een beetje door de helft. Omdat die dus in de doos waarschijnlijk onderweg kapot is gegaan. Maar ik ga even een vakje openen. Zodat jullie een beetje een idee hebben wat ik bedoel met dat je iedere dag een cadeautje voor jezelf hebt. Ik maak even een willekeurig vakje open. Vakje nummer 2. Kijk, dan heb je dus een handschoen, een scrub handschoen. En iedere dag van december heb je dus een ander cadeautje. Dus dit is denk ik toch wel echt het leukste cadeau om aan iemand te geven. Omdat je dus zoveel verschillende producten erin hebt zitten. Ik weet van vorig jaar dat er bijvoorbeeld een handcreme in zit. Of een eyeliner, een make-up product. Of juist misschien wel een lichaamsproduct. Je krijgt iedere dag gewoon weer iets anders leuks. Dat is toch wel echt het beste cadeau die je iemand kan geven natuurlijk. Omdat er alles in zit wat iedereen wel leuk vindt. Dus dat is de adventkalender. En daar zijn volgens mij wel limited aantal van beschikbaar. Dus ik weet niet of hij er nog is. Maar ik denk het wel. Ik zet het wel even in de beschrijving hieronder. Als hij nog te koop is. En normaal zit dit dus aan elkaar vast. Maar bij mij is hij door de helft gesneuveld net in de doos. Dus dat is de adventkalender. Die ook ieder jaar weer terugkomt met de feestdagen. En dan heb ik hier een candy cane zakje. En dit is super leuk alleen al om dit gewoon zo te geven. Zonder het verder nog met een cadeaupapier in te pakken. Omdat het al in een heel leuk zakje zit. Maar wat hierin zit, ga ik er even uithalen. Oh, dat dacht ik eigenlijk al. De candy cane collectie zit daarin. Dat was ook wel te verwachten, want er staan natuurlijk allemaal candy canes op het zakje. Dit is de complete collectie. Dus dan heb je een handcreme. Even kijken, wat is dit? De Body Shop Shower Gel. En de body butter en de scrub. Dus dat zit allemaal in dit zakje verpakt. Dus dan heb je gewoon een compleet cadeau eigenlijk al voor iemand. En dat hoef je dan alleen maar zo bij de kerstboom neer te zetten. Of te hangen in de kerstboom, als je dat leuk vindt. Maar ik vind hem er heel cute uitzien om dit gewoon zo aan iemand te geven. Dus dat is de Candy Cane collectie in een cadeauzakje. En dan zie ik hier nog een doos. En dat is volgens mij dus deze collectie in de doos. Ik vind het eigenlijk bijna zonde om hem open te maken. Want er zit zo'n mooi strikje omheen. Maar op deze doos zie je allemaal kerstboompjes zitten. Even of het goed te zien is. Kerstboompjes. Echt van alles en nog wat zit erop. Leuke versiering in ieder geval om cadeau te doen. En ik ga die strik er even afhalen. Gaan we hem even openmaken, kijken wat erin zit. Ook dit is weer de complete collectie van de Almond Milk and Honey collectie. Ik zie hier dan de, wat is dit? Shower cream, een zeepje, een body buttertje en ook nog een douchepuff en een handcreme. Dus dat zit er allemaal in één doosje verpakt. Dus dat is ook al super leuk om te geven. En het ruikt ook heerlijk. Oh, echt een hele fijne collectie vind ik dat. De Honey en Almond collectie. Dus dat is dit vierkante doosje. Verder zie ik hier nog een Beard Care Kit. En dat is iets wat je kan geven dus aan je broer of aan je vader. Of in ieder geval iemand in de familie die een baard heeft natuurlijk. Want anders dan heeft hij er niks aan. En ik ga natuurlijk wel even kijken wat hierin zit. Want je kan het dus opendraaien. Dan zie ik een schaartje. Een kammetje voor de baard. En wat is dit? Een conditioning beard oil. Super leuk. Dat is dus een olie die in de baard kan aanbrengen. Met zo'n pipetje zie ik erbij. Zodat het ook makkelijk gewoon op zijn handen aangebracht kan worden. En dan in de baard. Dus dat zit er ook bij met een of ander doekje nog. Die hij kan gebruiken. Super leuk om dit cadeau te doen ook. En ik vind ook het doosje heel leuk. Dat het zo'n ronddraaiend doosje is dat je hem zo kan openmaken.
Dus dat is de Beard Care Kit. En nog de Berry Bonbon Handcream heb ik ook gekregen. Super lekker. Ik kan niet genoeg handcreme hebben, want vooral in de winter is mijn hand... tenminste, mijn handen zijn dan heel droog. Dus dan is dat altijd wel handig om in je tas te hebben. En hier nog de Body Shop Coconut Body Milk. Een klein verpakking. Yay! En die is zo lekker. Echt die geur. Kokos is altijd goed. Dus die vind ik ook wel handig dat er een klein verpakking bij zit. Want ik ga binnenkort nog naar het buitenland waarschijnlijk. Dus dan kan ik dat gewoon meenemen in mijn handbagage. Dus dat was dat. Dan heb ik hier nog wat lipproducten. Ik spot de Matte Lip Liquid. Liquid Matte Lip Color. En deze is heel fijn. Ik heb hier ook een nude kleur van die ik eigenlijk bijna iedere dag draag. En dit is dan een beetje een diep rode kleur. Een beetje bordeauxachtig tint. En dan heb ik hier ook nog een setje met lipproducten. En die zitten dan aan elkaar gebundeld. Super leuk om dit ook cadeau te doen. Als je niet weet wat iemand qua lipkleuren draagt. Dan is dit gewoon perfect omdat je verschillende kleuren erin hebt zitten. Het is zo'n ding die je kan openklappen. En dan heb je dus alle kleurtjes erin zitten. En ik haal ze er even allemaal uit. Zodat we dat ook gelijk kunnen zien. Ik zie hier de Shine Lip Liquid in een beetje een roze-achtige kleur. En dan heb ik hier een beetje een paarsachtige Shine Liplakker. Ook een hele grappige kleur. Een rode. Super mooie tint dit. En dan heb ik hier ook nog een beetje een nude-achtige kleur. Kijk, nude kleur. Ook heel mooi. En last but not least heb ik hier dan een beetje een dieprode kleur weer. Die is echt wel wat donkerder dan die rode tint van net. Dus ook weer heel mooi voor de feestdagen. Echt een perfecte tint. Dus dat zat er in dit lip etuietje. En dan heb ik hier volgens mij het laatste product. Of zat er nog meer? Nee, dit was het laatste. Dit is een headband van een baby deer. Echt zo cute. Dus een haarbandje als je bijvoorbeeld lekker je make-up eraf gaat halen. Dat je die dan om je hoofd heen kan doen om je haar uit je gezicht te hebben. Ook heel erg leuk om dit cadeau te doen. En hij is super zacht trouwens. En ook deze heeft weer van die schattige oortjes. Net als dat beertje die ik net liet zien. I love it. Hou ervan. Dus dat was alles wat ik jullie wilde laten zien. Wat er in deze doos zat. Allerlei inspiratie, ideetjes voor de kerst. Misschien dat jullie nu wel weten wat jullie cadeau gaan geven aan iemand. Ik vind het in ieder geval heel erg leuk dat ik dit heb binnengekregen. En ik hoop dat jullie het ook leuk vonden om te zien. Zo ja, doe dan een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan zie ik jullie hopelijk heel snel weer terug in een nieuwe video. Doei doei!